In Amsterdam werd een verboden inritbord weggenomen. Even later tilde een hijskraan een afsluithek omhoog. En op die manier opende de wethouder voor openbare werken een viaduct over de tunnelsleuf in de Prins Hendrikade, die nu weer normaal voor het verkeer open is. Vier jaar nadat de eerste paal werd geslagen, wordt nu langs het hele tracé van Amsterdams IJ-tunnel gewerkt. Bij het marine-etablissement op de zuidelijke oever verdwijnt de tunnel onder het IJ in de richting van Amsterdam-Noord. Ook op de noordelijke IJ-oever is al zeer veel werk verzet. En ook daar tekent zich de baan van de in- en uitritten reeds duidelijk af. De technische problemen die zich bij de tunnelbouw voordoen zijn zeer groot. Doch het enorme werk verloopt tot dusver zonder tegenslagen. De tunnel, die in het najaar van 1968 klaar moet zijn, kan nu aan beide zijden al wel zijn ingangen tonen, maar hij moet onder het IJ met nog een aantal elementen worden gecompleteerd. Amsterdam kijkt wel uit naar het moment waarop het verkeer zonder belemmeringen van het ene deel van de stad in het andere kan komen.